In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. In deze aflevering gaan we kijken naar een vers uit Jozua, het Oude Testament. Het gaat als volgt. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij. Staat in Jozua hoofdstuk 1, vers 9. Nadat Mozes overleed, werd Jozua de nieuwe leider. En Jozua die hielp Mozes bij zijn werk. God zei tegen Jozua dat hij dus de nieuwe leider gaat worden en dat hij samen met de Israëlieten de rivier de Jordaan over moest steken. Hij kreeg dus een hele grote verantwoordelijkheid en iets wat best wel moeilijk is. Maar God zei tegen hem dat hij sterk en dapper moet zijn en dat hem niks moet weerhouden van zijn pad. Dus dat hij gewoon verder moet gaan en niet moet stoppen. Dit zegt God eigenlijk ook tegen ons, hè? Want de duivel die wil ons heel vaak ontmoedigen, in de val lokken, bijvoorbeeld wanneer we gaan bidden. Vaak voor het slapen gaan, dan fluistert de duivel eigenlijk een beetje in je oor. Ja, je bent moe, dus ga maar gewoon slapen. Je hoeft niet te bidden. Of wanneer wij zondagochtend naar de kerk gaan, dan fluistert de duivel in je oor. Nee, je hoeft niet op te staan. Je bent moe, ga maar gewoon doorslapen. Dat is de duivel die ons ontmoedigt van ons pad. Jozua kreeg dus een hele grote verantwoordelijkheid. Hij moest met een hele grote groep Israëlieten de rivier de Jordaan oversteken. Maar God heeft tegen Jozua gezegd: wees moedig en sterk en laat je niet weerhouden van je pad. Ga gewoon door, want ik ben bij je. God zegt dit ook tegen ons, hè? Want de duivel die wil ons ook heel vaak ontmoedigen met heel veel dingen die wij doen. Bijvoorbeeld bidden. Als wij voor het slapen gaan willen gaan bidden, dan fluistert de duivel eigenlijk in ons oor: je bent moe, ga maar gewoon slapen, je hoeft niet te bidden. Of wanneer we zondagochtend naar de kerk gaan, dan zegt de duivel ook tegen je: nee, ga maar gewoon doorslapen. Of nee, ga maar iets anders doen. Je hoeft niet naar de kerk te gaan. Dat is ook ontmoedigen. Of de duivel die speelt met ons via andere mensen. Dus dat mensen tegen je zeggen van: nee, doe maar dit niet, want dat ga je toch niet kunnen. Of nee, je kan beter niet deze baan aannemen, want dat gaat te zwaar voor jou zijn. Dat is ook de duivel die ons ontmoedigt en weerhoudt van ons pad. Maar God zegt dan juist tegen ons: wees standvastig. Laat je niet weerhouden, laat je niet ontmoedigen en ga door, want ik ben bij jou. Wij hebben niemand anders nodig dan God. Wij kunnen het gewoon. En een andere mooie vers die hier heel mooi bij aansluit is, die staat in Jesaja hoofdstuk 41 vers 13 en gaat als volgt. Want ik ben de Heere, uw God, die uw rechterhand grijpt en tegen u zegt: wees niet bevreesd, ik help u. God pakt mijn rechterhand vast in elk ding dat ik doe. Als hij met Jozua kon zijn als leider om met de Israëlieten een hele rivier over te steken, dan kan hij met mij zijn in elk klein dingetje in mijn leven. Of elke beslissing die ik moet nemen of iets wat ik moet doen, een moeilijke pad moet volgen. God staat bij mij en hij helpt mij. Dus nog een keer de hoofdvers. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij. Jozua, hoofdstuk 1, vers 9. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag terug bij de volgende aflevering.